Audacity is een gratis programma voor PC en Mac waarmee je audio kunt opnemen en bewerken. Om met Audacity aan de slag te gaan is het nodig een aantal basisvaardigheden te beheersen en deze zal ik even kort toelichten. Als eerste heb je bovenin de knoppenbalk. Als je audio wil opnemen en de microfoon is aangesloten, dan kun je hier op de grote record knop drukken. Pippi Langkous, geschreven door Astrid Lindgren. Hoofdstuk 1. Pippi komt in Villa Kakelbond wonen. Aan de rand van het stadje lag een tuin waarin alles maar raak groeide. Als je klaar bent met opnemen, dan klik je op de stopknop. Bovenin zie je het aantal seconden dat de opname duurt. Dat is nu 45 seconden. Ik kan snel teruggaan naar het begin van de track door het vorige pijltje, skip to start, aan te klikken. Maar ook onderin is een scrollbalk waarmee je door de audio-opname heen kunt scrollen. Als de cursor weer vooraan staat, bijvoorbeeld door die skip to home knop of door hem ergens handmatig neer te zetten, kun je vanaf dat stuk terugluisteren. Ik klik daarvoor op play. Pippi Langkous, geschreven door Astrid Lindgren. Nu is het zo dat ik een stukje van mijn audio-opname wil wegknippen. Ik moest namelijk tijdens het voorlezen hoesten. Dat is hier terug te luisteren. Pippi komt in Villa Kakelbond wonen. Dit stukje dat ik hoest wil ik graag eruit geknipt hebben. Dat kan ik doen door met de muis dat stukje audio te selecteren en vervolgens kan ik kiezen hierbovenin voor het schaartje, het knipicoon. Als ik daarop klik, dan knipt hij dat stukje audio wat geselecteerd is zo ertussenuit. En als ik nu nog een keer luister. Pippi komt in Villa Kakelbond wonen. Aan de rand van het stadje. Het hoesten is weggeknipt. Zo kun je ook de eerste en de laatste seconde van een audio-opname wegknippen. Net zolang totdat je tevreden bent met de audio-opname. Als je klaar bent met opnemen, dan klik je op de stopknop. Als je per ongeluk iets verkeerds hebt weggeknipt, dan heb je altijd hier de knop om het ongedaan te maken. Dus je kunt altijd weer terug in je proces. Het valt misschien op dat de audio-opname bestaat uit twee audiosporen, de bovenste en de onderste. Dat komt omdat standaard wordt opgenomen in stereo, twee audiokanalen. Je kunt die hier links in het menu per audiospoor wijzigen. Als je wil kun je hem splitsen, dan worden het twee aparte tracks. Ook dat kun je weer ongedaan maken. En je kunt hem splitsen tot een monotrack. Dat kun je ook zien in het menu dat er nu staat een mono. Als je een van de audiosporen wil weghalen, kun je dat eenvoudig doen door op het kruisje te klikken. Ik zet hem even terug via ongedaan maken naar de stereo-opname waarmee ik begonnen ben. Ik heb nog meer opties aan de linkerkant. Namelijk, ik kan de decibel, het volume kan ik regelen. Ik kan de opname harder of zachter laten klinken. En als ik hem nu afspeel, geschreven door Astrid Lindgren, dan hoor je dat het geluid aanzienlijk harder staat. En ik kan ook de speakersrichting instellen. Dus ik kan ervoor kiezen om het geluid alleen maar uit de linker speaker of alleen maar uit de rechter speaker te laten klinken. Als die in het midden staat, dan hoor je uit beide speakerzijden een even hard geluid. Ook kun je in Audacity andere audio importeren om toe te voegen aan jouw opname. Om dat te doen kun je gaan via File of bestand en naar Import, Audio. En vervolgens kun je een audiobestand selecteren wat je graag wilt toevoegen aan dit bestand. Ik heb nu meerdere audiosporen, bovenin in stereo mijn eigen opname. En daaronder een mp3-liedje wat ik heb toegevoegd. En zoals je ziet duurt het mp3-liedje bijna 3 minuten. Een stuk langer dan mijn audio-opname. Standaard worden ze allebei samen afgespeeld als ik begin aan het begin en ik klik op play. Pippi Langkous, geschreven door Astrid Lindgren. Hoofdstuk 1. Pippi komt in Villa Kakelbond wonen. Ik wil graag het liedje laten stoppen als mijn audio-opname ook stopt. Ik selecteer alles wat komt na mijn audio-opname en ik knip dat weg. Vervolgens wil ik ook dat de achtergrondmuziek veel zachter klinkt. Dus ik demp dat audiospoor aanzienlijk.
Dan ga ik hem nog een keer testen. Pippi Langkous, geschreven door Astrid Lindgren. Hoofdstuk 1. Pippi komt in Villa Kakelbond wonen. En als uiteindelijk de audio-opname naar wens is, kun je het exporteren als een audiobestand om uit te wisselen met anderen. Dat doe je ook weer via bestand, file en dan exporteer. Je kunt het opslaan als een mp3'tje, maar er zijn ook andere opties. Ik kan aangeven waar ik het wil opslaan en vervolgens klik ik op de knop save. Er komt een melding dat de verschillende audiosporen zullen worden samengevoegd om er één bestand van te maken. Ik krijg daarna een venster met een aantal metadata. Hier hoef ik in feite niks aan te passen. Ik kan gewoon hier kiezen voor oké en het bestand wordt opgeslagen. Nu heb ik een mp3'tje wat ik kan uitwisselen met anderen. Audacity heeft nog veel meer mogelijkheden om audio te bewerken, maar met deze basisvaardigheden kun je in elk geval aan de slag.